Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Panningen en fruitbedrijf Kessels. Het is herfst en wat kun je dan beter maken dan een lekker gerecht met appels en peren? Welkom bij Lodderig Smaken. Welkom bij de eerste aflevering van Lodderig Smaken. In dit programma koken we de lekkerste recepten uit de regio met inwoners van Peel en Maas. Vandaag kook ik samen met Mina. Mina Jansen is 37 jaar en woont in Panningen. Toen ze 7 jaar was, kwam ze naar Nederland. Ze houdt van dansen, boksen en schrijven. Mina is een veelzijdige vrouw en met haar ervaring in de horeca is het niet gek dat ze zich thuis voelt in de keuken. Wat gaat ze vandaag voor ons maken? Mina, wat vind je zo leuk aan koken? Koken vind ik heel creatief. Ik ben heel creatief bezig als ik aan het koken ben. En ik ben op jonge leeftijd begonnen om het koken te leren kennen. En wat vind je zoal leuk om te maken? Mijn favoriet eten is tagliatelle met zalm en ik kan daar zo creatief in zijn. Dus een beetje spinazie is gezond. Dat is zeker zo. Wat gaan we vandaag maken? Wij gaan bakken vandaag met bladerdeeg gevuld met appels, peren, rozijnen en een beetje kaneel. Voor dit recept hebben we nodig 3 appels, Jonagold of Goudrenet, 3 peren Conference, 10 plakjes bladerdeeg, 2 theelepels kaneel, 10 gram boter, 100 gram basterdsuiker, 2 eetlepels suiker, 100 gram rozijnen en 2 eieren. Waarom heb je voor dit recept gekozen? Het is herfst en seizoensproducten zijn appels en peren. En je kunt het heel groot en ook weer creatief maken. En kunnen we ook nog een internationaal tintje verwachten? Kaneel wordt vaak in de Marokkaanse keuken gebruikt. Dus ook internationale keukens. Terwijl Mina in de winkel de ingrediënten bij elkaar verzamelt, ga ik naar fruitbedrijf Kessels, waar men druk bezig is met het plukken van de appels en de peren. Goedemiddag. Hoi, Loek. Waar ben ik nu terechtgekomen? Nou, ik ben terechtgekomen bij fruitbedrijf Kessels aan de Beekstraat 70 in Panningen. Hier run ik samen met mijn vrouw een fruitbedrijf. En goed, we waren net bezig voor appels klaar te maken voor de Jumbo. Ja, maar dan gaan we zo meteen een lekker recept mee maken. Maar wat is dit bijvoorbeeld voor appel dan? Dit is de Jonagold. De Jonagoldappel. Dat is jullie paradepaardje? Dat is ons, Elster is eigenlijk ons paradepaardje, maar Jonagold staat op de nummer 2. Want gaat het goed met de oogst? Nou, het gaat heel goed. Het zit er bijna op. Maar het heeft tot nu toe goed gegaan. We hebben goed weer gehad, weinig regen gehad. Dus het heeft allemaal vanzelf gegaan. En is het ook goed voor de smaak van de appel dan? Het is goed. Suiker, als je veel zon hebt, heb je veel suiker. Dus het komt altijd ten goede van de smaak. Dus hele lekkere appels dit najaar? Dit jaar hebben we de beste appels. Wat gebeurt er vervolgens met de appels en de peren? Nou, zo gauw als we de appels en de peren geoogst hebben, dan komen ze hier binnen in de hal. En dan worden ze vervolgens in de koelcel geplaatst. En in de loop van het seizoen worden ze weer uit de koelcel gehaald. Worden ze gesorteerd op kleur, maat en kwaliteit. En worden ze klaargemaakt voor verkoop. En de appels, ja goed, we gebruiken de appels voor onze eigen boerderijwinkel. Plus we leveren hier aan de plaatselijke supermarkt de Jumbo. Daar worden ze elke week ook weer vers geleverd. Ik heb hier een kist appelen voor jou. Zal ik ze in de auto zetten? Heel graag. Daar gaan we eens lekkers van maken. Goed zo. We zullen alvast beginnen met schillen van appels en peren. En kleine stukjes, Mina? Ja, dan gaan we straks in blokjes snijden. Oh, eerst eventjes over de schil vanaf. Inderdaad. En maak je dit vaak? Dit maak ik vaak, vooral in feestjes, verjaardagen. Vind ik altijd leuk om met zo'n mooie schaal binnen te komen met allemaal lekkere hapjes, vooral met peren.
maar ook appels. Dus in deze combinatie is het hartstikke lekker. Doe je iedere dag koken? Ik ben degene die thuis altijd kookt, ja. Ja. En ben je altijd creatief of heb je ook zoiets van, nou, ook gewoon stampot? Nou luister, als ik buiten echt zodanig gewerkt heb en ik kom terug naar huis, ja, dan moet ik echt iets verzinnen. Mm-hmm. Want ja, ik kan het simpel houden en ja, een pizza in de oven. Maar ik ben echt van een persoon van vers eten maken. Zo Mina, de appels en peren zijn geschild. Wat gaan we nu doen? Nou, we gaan de appels en peren op smaak brengen. Dus er komt een donkere bastersuiker op, verder kaneel en rozijnen. Helemaal op het laatst gebruiken we dan boter. En dat, daar komt ook dat lekkere romige smaak uit. Nou, dan gaan we met eieren beginnen. Het is ook altijd goed om even te zien hoe dat gaat. Zo. Op dit moment is het best een grote vulling en dan kun je er wel met 3 eieren heb je er genoeg. Hè? Nou, bladerdeeg is ondertussen ontdooid. Ja, je folie eraf en dan... Inderdaad. En dan gaat het zo eerst in de schelp. En zo weeg je als het ware ook hoeveel vulling erin moet. Beetje vulling erin en dan... Ja, en probeer dat alles zo een beetje erin. Zet dus ook rozijnen en... En het ei doe je pas als die dicht is? Als het dicht is, dan doe je het ei erop. Ja. Ja. Dat bladerdicht, dat vormt zich dan naar jouw inderdaad, handen. Ja. Inderdaad. En ben niet bang dat hier dan niet gaat bakken, want alles gaat gewoon in één keer bakken. Oké. Okay. Nou kijk, we zijn bijna klaar. En ja, 15 minuten baktijd. De oven moet op 180 graden. Ja, over 15 minuten zul je het resultaat zien. Heerlijk. Ze hebben dat mooie kleur wat we willen hebben, dus ja, we kunnen ze gaan proeven. Het ziet er geweldig uit, Mina. Okay. Wil je lekker proeven? Ja, lekker, dankjewel. Ja. Dat is een appelperengebakje met bladerdeeg. Oh, oké, okay, lekker. Helemaal. Ja. Nou, geniet ervan. Ja. Noorderduk smaken. Dank je. Smakelijk. Ben je ook zo benieuwd hoe het smaakt? Of wil je het recept nog eens nalezen? Ga dan naar onze Facebookpagina of de website en hier kun je nog eens alles terugzien. Heb je zelf een leuk recept om te koken? Stuur het dan naar redactie@omroeppnm.nl. En wie weet staan we straks samen te koken. Tot volgende week! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Panningen en Fruitbedrijf Kessels.